bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en het is mijn broer zijn verjaardag. Mijn broer houdt het al niet van feestjes, dus there's no party. Maar mijn moeder heeft het wel voor elkaar gekregen om gewoon voor hem te koken. Dus wij gaan nu naar Amstelveen. Ik moest kip klaarmaken, dat heb ik al gedaan. Like, look how delicious, okay? Dus Amaya was aan het slapen, dus ik ga nu haar jas en zo aandoen. En dan gaan we. Oh ja, ik ga eerst mijn tante ophalen, want zij gaat hem meerijden. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En Rosa komt zo meteen langs. Dus we zijn al best wel vroeg wakker. Nou, ik was sowieso vroeg wakker, want Jeremiah moest natuurlijk naar school. Maar normaal ga ik dan weer slapen, totdat ik hem moet ophalen. What is she doing? Maar vandaag zijn we gewoon lekker wakker gebleven. Ik ben ook al lekker gedoucht. En klaargemaakt. Het is nu... Wat is het? 11:30. Zo, yeah. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje moe. Maar het was gisteren echt laat geworden bij mijn moeder thuis. We zaten gewoon met mijn tantes en zo. Dus ja. Jongens, ik heb trouwens vandaag die legging aan van de Primark, die velvet legging. En ik moet jullie zeggen, het zit zo lekker, hè. Ik ga jullie even wijzen hoe het eruit ziet. Like. Kijk, dit is die legging. En het is zo dik. Like, is echt, zit gewoon heerlijk. Dit is alvast mijn favoriete legging. Ik had dat ze meerdere kleuren hadden, had ik echt meerdere kleuren gehaald. Die zwarte die ik had gehaald was trouwens niet eens een legging. Het was een maillot. Nou ja, die zit ook wel lekker, maar het is niet net als die legging. And I love me some leggings, oké? Okay? Dit is echt lekker dik. Slijt gewoon mooi aan, zoals jullie zagen. Dus yeah, up to the Primark, guys. Ik ga nu even, denk ik... Een smoothie maken. Ja, ik ga smoothie maken. A tornado flew around my roof before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears before they fall. When I'm thinking about you, ooh, no, no, no. I've been thinking about you, you, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about Christian? Supergroenig. Jullie hebben gezien wat ik erin heb gezet. Komkommer, appel en spinazie en almondmelk, amandelmelk. Dus ja, yeah. Cheers. Super healthy en super lekker.
Ik moet echt van die glazen rietjes halen. Want ik haat het om zo te drinken, maar goed. Hey jongens, ik had gisteren niet eens meer gevlogd toen Rosa hier was. Het was gewoon gezellig, even bijkletsen met de kinderen. Gewoon zijn. En dat. Ze had ook een heel leuk pakketje meegenomen voor Amaya. Met allemaal verschillende dingetjes in. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maar jullie kunnen het zo een beetje zien. Zit zo en zo. Dus ja, cute. Oh ja, en deze heeft Amaya gekregen van mijn broer. De mini tasman van Ux. Kijken jullie hoe schattig. Oh my god. Normaal ben ik niet eens zo van de Ux of super dol op Ux voor mezelf. Maar nu wil ik toch echt wel de tasman. Alleen maar om te met je midden. Maar goed, ik heb net een pakketje binnengekregen van Shein. En ik wil jullie wijzen wat ik allemaal had besteld. Kijk, hier is het pakketje. Het zijn niet eens kleding of zo, hè? Als jullie dat denken. Ik heb echt een paar huisdingetjes. Eerste pakketje. Waar moet die open? Deze is voor het toilet. Is zo een toiletpapierhouder. Oh, is gewoon plastic. Maar goed, dit is dus een toiletpapierhouder waar je zo gewoon ook van die natte vochtige toiletdoekjes die ik dus altijd koop op kan leggen. Of ja, je telefoon of whatever. But ja, dat. Dit bevestigen. Oh, oké. Okay. En dan hebben we. Ik heb van die kruidenpotjes. Met zwarte deksel. Gewoon doorzichtige potjes. Kan ik ook doen. Doorzichtige potjes. En dit zijn die deksels. Heb je hier één kantje met van die gaatjes en één kantje groter. En je krijgt er stickertjes bij. Je krijgt zo'n houder ervoor bij. Kan je gewoon plakken in je kast, maar dat ga ik waarschijnlijk niet doen. En dit zijn de potjes. Ik vind hem wel groot genoeg. Dus ja. Ik heb nu. Ik heb nu deze potjes met een zilveren. En deze is van glas. Alleen dit is wel plastic. Is gewoon even groot eigenlijk. Ietsje langer. En alleen is deze wel wat breder. Maar ja. Maakt niet uit. Goed zo. Gewoon op tijd dingen bijvullen. En dan hebben we verder. Wat is dit? Hoi mama. Wat zeg je? Ik ga chips oppakken. Ja, chips verpakken. Zo werkt het niet, hè, Jeremiah. Ja, oh, ik had ook een brilletje.
vond het oranje wel mooi. Oh, hij is ook echt stevig. Had ik niet verwacht. Het is wel nog steeds Shein, hè, jongens. Wacht. Okay. Hoe staat dit me, jongens? Papi, hoe staat dit me? Mooi. Mooi? Het lijkt grappig, dus dat betekent dus niet mooi. Jawel. Oké, maar ja. Ik wou een brilletje met oranje glazen. Zwarte bril met oranje glazen. En dat is het. Maar ik heb geen hoes bij gekregen. Ik vind dit absoluut niet kunnen. Want in die review stond dat je hoes bij kreeg. Maar goed, ik zal zelf wel een hoes kopen. Dadelijk breek ik dat ding. Ik weet niet op wat in moet doen. Nee, absoluut niet. Jij hebt al zomaar chips gepakt zonder te vragen. Wat is dit? Ik weet zelf niet even wat ik allemaal besteld. Oh, dit is een mutsje voor Amaya. Met die tulband ding aan de voorkant. Hier nog meer mutsjes voor Amaya. Een roze, de crème en een beige. Het ziet er best groot uit eigenlijk. Oh, ik weet niet hoe dat ding opnoemt. Oh jee. Yeah. Oh, het is helemaal niet zo groot. Kijk, deze is met een strikje. How cute. Okay. Dit zijn mutsjes voor Amaya. Ik zet de dingen echt slordig terug, maar ik had ze zo meteen beter zetten. En dan hebben we... Oh, dit was een setje voor Amaya. Een rokje. Ik weet niet hoe mini. Ik kan nooit. Een rokje. En een truitje erbij. En een riempje had het rokje volgens mij ook. Ja, is er een riempje ervoor. Kwaliteit voelt eigenlijk best wel goed aan. Dus ik kan gewoon meer leuke kleding zoeken op... Shein. En dan hebben we nog meer. Heb ik stickertjes voor of kruidenpotjes. Gewoon een hele rol. En dan heb ik deze klepjes voor als je een zakje hebt opengedaan en niet weer met de elastiek wil doen. Die kleuren kan je niet uitkiezen. Dat was gewoon echt standaard. En last but not least. Zo'n dingetje voor je scheermesje ophangen in de badkamer. En dat was alles wat ik van de Shein heb gehaald. Er komt ook een pakketje met kleding. Wat leuke kleding. Dus ja, oké. Ik heb honger. Ik heb nog niet gegeten. Het is echt al... Kwart voor vijf en ik heb nog steeds niet gegrepen. Gaat niet goed, hè. Ik hoor gewoon te ontbijten en te lunchen en dat. Maar anders ga ik niet goed afvallen. Maar goed, ik ga eten. En... Amaya in bed doen. Later. Jongens, kijk eens wat niks.
En ze heeft cadeautje, hè? Yes. Jongens, we gaan het even uitpakken. I see pink. Een broekje. Nee, kijk wat schattig. Oh my god, een jurkje. Maar dit kan ze pas wel niet zo groter is. Nee, echt schattig. Jeremiah, je telefoon. Kijk, waar zijn krokjes? Nee, dit is echt een hele tas vol met allemaal spulletjes. Ik mag niet meer aan mijn telefoon. Omdat je op je PlayStation. Ik ben aan mijn PlayStation. Nee. En dan heeft ze nog slabbertjes. Oh, ik ben een prinses. Yes, you are, baby girl. Alle moeders maken. Oh, deze heeft ze in het roze van de buurvrouw ook. Nee, echt schattig. Alle moeders maken mooie baby's, maar de mijne was weer overdrijven. Nee, cute. Ik heb echt niet netjes gevlogd vandaag, hè, want ik kwam echt gewoon met de deur in huis vallen. Maar ik heb de hele dag gewoon niet gevlogd. Ik dacht er pas aan toen mijn nicht kwam. Maar ja, het is donderdag vandaag. Ik heb vannacht boodschappen gedaan. En ik ben nu aan het koken. Mijn nicht is alweer weg, want ze had een andere afspraak ook. Maar ja, ze is tenminste langs geweest. Even gezellig. Ze komt de volgende keer langs wanneer ze geen afspraakjes heeft. En ja, mijn moeder was ook even hier en die is ook al weg. Ik ben bijna klaar met koken. I am hungry. Honger, honger, honger. Maar goed.